NAC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Water Company, uw partner in water en koffie. Koploper Jong Heracles speelt op maandagavond tegen Jong NAC. Publiek in Almelo hoopt in ieder geval op een leuke wedstrijd natuurlijk, want er staan nogal wat namen in de formatie van met name René Kolmschot bij Heracles dus, met bijvoorbeeld doelman Dennis Telgekamp. En dus is het niet zo gek dat de eerste grote kans hier voor Jong Heracles is. Het is Heerkens die doorzet. De man die de corner neemt schiet uiteindelijk tegen de paal. Daar heeft NAC dus geluk in de eerste helft. NAC Breda met een hele jonge ploeg met wel deze man achterin. Enrico Drost op de weg terug naar zijn schouderblessure. Bellassani, Rienstra, goede combinatie. Weghorst, dan is dat Bellassani. En gaat de bal uit een ongelukkige kluts via doelman Van der Maten. En Enrico Drost toch in het doel. Eigen doelpunt van Enrico Drost. Bellassani hoeft weinig te doen en zo komt Jong Heracles vrij eenvoudig dus op een 1-0 voorsprong. Jong NAC met Anton Joren dus, met voorin wel wat goede namen. Brandon Robinson en Sapong. En Jong NAC wordt wat sterker in de tweede helft. Maar hier toch weer de thuisploeg, Jong Heracles. Met een enorme kans voor Pelopessi en een goede redding van Sven van der Maten. De volgende aanval. Heracles op zoek naar de 2-0. Het werd ook al eerder dit seizoen 2-0 in Breda. Met Rienstra, heel slim balletje, bal op de lat. In de rebound wordt die bal ingeschoten. Maar het feest gaat niet door, want hij staat buiten spel, Hemmink. De wissels dan, met onder andere Ben Ali erin bij NAC. En bij Jong Heracles komt Mart Bekhuis. In een slotfase waarin NAC toch nog wel iets gaat proberen met hier... Van Baast met de voorzet. De kopbal is net niet goed van die invaller. Een andere invaller, Sam van der Kreken. En eigenlijk is dit de beste kans voor NAC Breda. Weet ook coach Anton Joren, maar die kans komt pas kort voor tijd. En nog even later dan deze vrije trap. Het is een prachtige vrije trap. Hij wordt prima binnengeschoten door Menno Heerkens. Die dat uitstekend doet. Heerkens scoort 2-0 voor Jong Heracles. En dat wordt ook de eindstand van deze wedstrijd tegen Jong NAC. Als ik over heel de... wedstrijd bekijken, vond ik Heracles wel beter, het betere spel hebben. Wat sneller in de omschakeling en secuurder in de passing. Waardoor we toch in de problemen kwamen. Ik denk alleen wel dat je je ploeg weinig kwalijk kunt nemen. Want je had een hele jonge ploeg en bij Heracles heel veel spelers in het veld met de Eredivisie ervaring. Nou ja, goed, ik ken die jongens natuurlijk van Heracles niet zo allemaal. Ik kan natuurlijk Wout Weghorst, dat weet ik dan wel. Maar ja goed, we hadden natuurlijk zelf ook een paar spelers die al eredivisie ervaring hebben. En ja, de rest is eigenlijk wel, zijn wel jonge jongens die aan de weg werken. En natuurlijk nog veel moeten leren. En ja, daar zijn dit soort wedstrijden ook wel geschikt voor. Dat ze wel, zeg maar, ja, dat ze getest worden op hoe ver ze op dit moment al zijn.